Kelvin, Kelvin, mijn naam is Kelvin. Ook wel, kijk, fuck dit. Why do I always need to introduce myself? I need to introduce myself to him, no. Ik kan me het bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die gewoon video na video kijken, man. Die gewoon elke dag, elke keer, hele tijd video's van mij zien en denken, yo, deze gast is Fatou, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo Fatou ben. Mocht je niet weten wat Fatou betekent, Fatou. Grapje. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. de gast. What the f... What is this? Als er fanaccounts zijn die dit gaan screenshotten en hier edits van gaan maken, dan ben ik echt heel trots op jullie, want ik zou precies hetzelfde hebben gedaan. Oké, welkom dat je kijkt naar een nieuwe... Welkom dat je kijkt. Welkom dat je kijkt. Want je weet, ik fix jouw shit. Altijd op tijd. No. Nee. Mocht je nou niet weten wie ik ben, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. Messi as fuck, a.k.a. van niks naar kliksa, was good, man. Wacht even. Oh my god, en dit is zo cool. Oké, het verhaal is even als volgt. Mocht je nou in de afgelopen weken de Kelvin gejoined zijn, dan wil ik je bij deze bedanken. Want ja, je gaat een leuke tijd tegemoet. Een fantastische fase in je leven waarin je gaat praten is hartstikke lastig. Je gaat een onvoorstelbare tijd tegemoet. Een tijd waarin je gaat genieten van allerlei dingen die ik doe en dat is leuk of niet. Je mag het ook kut vinden, maar dat is ook prima. Dit is het van niks naar kliks boek en het is niet normaal. Hier, kijk daarachter, dit staat erop. In dit boek vertel ik... Let's go. Lees gewoon een boek. Pannenkoek. Dit is het van niks naar kliksboek. En mocht je nou denken, hé, wat is dit nou? Ja, dit is de Bijbel. Voor als je groot wil worden op YouTube, als je bekend wil worden op YouTube, als je die guy wil zijn, als je de nieuwe Calvin wil zijn, als je de nieuwe Enzo Knol wil zijn, als je de nieuwe guy. I don't know, that was good. Ja, het is niet alleen dat je groot wil worden op YouTube, maar het is mijn persoonlijke verhaal over hoe ik het allemaal heb ervaren van een koeienboerderij. Na 800, weet ik veel hoeveel duizend abonnees. Meer dan 800.000 abonnees heb jij op jouw kanaal. En daarnaast staan er allemaal interviews in met allemaal grote YouTubers, waaronder bijvoorbeeld Giel van StukTV, mocht je niet weten wie het is, deze jonge man. Oké, okay. Monica Geus staat er ook in, Touzani staat er ook in, want hij is een legend. Touzani voetbalt echt met Cristiano Ronaldo, hey, what's good man? Pardon? Het spijt me. Mijn motto is, doe eens gek je mental normaal genoeg, maar dat betekent niet dat je naakt over straat moet gaan lopen, dat doe ik trouwens ook niet, dus... Maar het betekent ook dat je een bepaalde mindset, een bepaalde denkrichting moet gaan ontwikkelen, waar je voor je gewoon elke dag je bed uitkomt en positief de dag binnen gaat en zegt, fuck het allemaal! I'm gonna do it today, it's no problem! Dit is echt zo de meest vage omschrijving van een boek ooit, maar het wordt wel fantastisch. Mocht je nou willen weten hoe je het boek krijgt, hij is helaas nog niet in de winkels, maar je kan hem wel pre-orderen op www.calvin.nl. Wat het leuke daaraan is, dat je met mij een reis over de wereld kan winnen. Ja, het is echt waar. Je kan letterlijk met mij over de hele wereld. Ja! Yo, yeah, Calvin, ik heb gehoord, jullie zijn aanwezig bij deze video. Yeah, let's go! Wat heb je zo eens bijvoorbeeld, man? Hij is zo'n mooie gast. Oké, ga jullie even een verhaaltje vertellen, oké? Voordat we overgaan op de orde van... Dit is echt nu al de meest legendarische video die ik ooit heb gemaakt. Ik was laatst op een festival en ik was deuner aan het eten met twee vriendjes van me. En toen kwam er een chick en die liep en die was te schreeuwen. En toen zei ik, hey, doe eens even rustig, want ik ben hier voor mijn rust, ja? Maar het was een grap. En ik wist al, ze kon het wel accepteren, weet je? Ze accepteerde gewoon het feit dat het gewoon een grapje was. En toen in één keer zei ze, hey, weet je op wie jij lijkt? En dat hoor ik wel vaker. En dan is het antwoord of Calvin, of het antwoord is Eenhoorn Joost. Deze keer was het even een ander verhaal. Jij lijkt op rapper Shorts. Nah. Ik lijk helemaal niet op rapper. What the fuck? Ik lijk helemaal niet op rapper Shorts. What? Dit is rapper Shorts. Dit ben ik. Zoek de verschillen. Tot zover deze leuke geinige anekdote over mijn leven. Yeah. Misschien is het je opgevallen, maar de afgelopen weken heb ik een serie gemaakt genaamd Gekke Werk. En dat echt, sommige afleveringen zijn gewoon 500.000 keer bekeken. 500.000 views op een aflevering. Hey, that's pretty good. What is good? Hoe dat... Hoe dan? Mocht je willen weten hoe, koop een boek. Pannenkoek. Ik ben extreem loyaal aan YouTube. Want YouTube heeft mij ervoor gezorgd dat ik ben waar ik ben. En ik vind het gewoon, dat vind ik gewoon heel mooi. En daar wil ik jullie graag voor bedanken. Dus bij deze... Dank
jullie wel. Bedankt, hè. Hey, bedankt, hè. Dankjewel. Maar op een of andere reden is het de laatste tijd zo dat ik naast YouTube, waar ik overigens mijn hele hart en ziel in YouTube stop, ben ik ook soms even te zien op de TeleVC. Dit is een TeleVC. TeleVC's zijn hele mooie apparaten, want je kan ze aanzetten en dan komt er wat op en dan kun je dat kijken. Dankjewel voor het luisteren. In ieder geval, op een of andere manier ben ik de laatste tijd iets vaker op TeleVC. En dat doe ik niet omdat ik op een of andere manier denk dat daar mijn toekomst ligt. Want nee, als je nog steeds denkt dat televisie de toekomst is, dan mag je heel snel even, zeg maar, even oprotten. Hey, laters. Yo. Ik heb nog nooit iets van mezelf teruggekeken van TeleVC. Oké, nog nooit moet ik niet zeggen, maar ik kijk het eigenlijk nooit terug. Niet dat ik niet wil terugkijken, maar elke keer als ik bij zulke soort interviewachtige dingen zit, dan denk ik, nee. Ik wil gewoon deze hele tent op zijn kop gooien, maar dat mag niet. Maar ik wil gewoon alles kapot maken, want het is grappig. Ja, gewoon. Ik ga er even zoeken op mezelf. Comedy. Oké, Calvin, hier ben ik. Video 1, voor kamerklim met Vloes Lava. Hey, what's good, man? I done did it, motherfucker. Calvin vertelt over hoe je beroemde YouTuber wordt. Mocht je nou willen weten hoe het moet, koop even mijn boek. Lees gewoon een boek. Pannekoek. Vloggers en YouTubers zijn de nieuwe sterren van deze tijd. Maar wat moet je als nieuwkomer doen om op te vallen... Wat doe ik met mijn vingertjes? Vloggers en YouTubers zijn de nieuwe sterren van deze tijd. Maar wat moet je als nieuwkomer doen om op te vallen... Ben ik aan het trommelen? Why am I trommeling on that television? Waarom zou je zoiets... Oké. Calvin op YouTube. Ik had gewoon korte broek aan. Iedereen zegt daar, hey, waarom heb je een trui aan terwijl je korte broek... Ja, weet ik veel. Ik dacht, je ziet toch niet wat ik aan heb. Ik dacht, doe gewoon een korte broek aan, net zoals nu. Ik heb nu ook gewoon een korte broek aan, want ik weet toch dat niemand het gaat zien. Meer dan 800.000 abonnees heb jij op jouw kanaal. Wacht even, dit gaan we even herhalen. Meer dan 800.000 abonnees heb jij op jouw kanaal. Bedankt even dat je dat nogmaals herhaalde voor de mensen die het nog niet wisten. Dankjewel. Dankjewel. Ja, je moet gewoon een beetje... uniekheid staat aan voor. Wat zeg ik? Je moet... Het enige wat ik mag zeggen daar is... Yo, kom een boek. Pannekoek. Uniekheid staat voor op. Uniekheid? Is het een woord? Uniekheid. Het bestaat. Netjes. Nee, goed gedaan, Kelvin. Goed gedaan. Dus je moet eigenlijk iets doen wat er nog niet is, maar goed. Ik had echt een goede chapsel hier. Kijk hoe ik er nu bij loop. Wat is het? Wat doe ik? Wat is het? Hey! Hey! Hallo! Hi! Ik ben Wim. Hey, ik ben Wim. Aangenaam. Ja, mijn favoriete eten is haar. Vind ik hartstikke lekker. Conclusie, ik had hier best wel een goed kapsel, vond ik zelf. Ja, wat je nu heel erg ziet is dat kleine YouTubers wat meer omhoog getrokken worden door wat grotere YouTubers. Hey Senna, what's good? Ik wist het niet eens. Senna, hey, what's poppin'? Ja! Ja. Lekker Senna, ik ben trots op jou. Senna, ik ben trots op jou. Je bent 11-jarig kleine koter. But you're the future. En een kanaal als Enzo Knol bijvoorbeeld, hè? Dat is echt een vlogger. Oudste vlogger bijna. Zou die nu nog populair kunnen worden in deze tijd? Wat? Zou Enzo Knol nu nog populair kunnen? Enzo Knol. 300.000 in één dag. Bijna 2 miljoen abonnees. Ja, nee, kan nog wel. Enzo Knol kan op zich nog wel. Moet wel kunnen. Als hij een beetje zijn best doet, moet wel kunnen. Je hebt het echt over Enzo zelf. Enzo is nog razend populair. Ja, nee, maar gewoon. Ik snap er geen reet van. Hallo, Enzo is toch gewoon een soort tering groot. Luc, met alle respect. What are you talking about? Enzo Knol is helaas doodverklaard. Jazeker, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar hij is op een bepaald moment... heeft een soort van Instagram pagina, een soort hoax gedaan over dat Enzo dood zou zijn. Uiteindelijk heeft hij daar niet op gereageerd en zo, bla bla bla. Allemaal types of bullshit, you know. Blijkbaar gebeurt het, is in YouTube land en ik werd gevraagd de boulevard om daar even wat zinnigs over te zeggen. En dat, had soepeler gekund, als ik heel eerlijk ben. Ik moet eerlijk vertellen, ik kijk zijn vlogs niet, dus ik weet het niet. Hey, mijn chapsel was on point, man. We were fleeking out there, you know, it's poppin'. Kevin, jij bent een van onze beroemdste YouTubers. Een van ons? Wie zijn ons? Heb je het over Nederland, Europa? Heb je het over planeet Aarde, Bo van Ervendorens? Waar heb je het over? Wie zijn we überhaupt? Wie is de mens in verhouding tot alles wat eventueel ooit in het universum zou kunnen bestaan in theorie? Bo, vertel het ons!
Oh, sorry. Ik was even zo. Ik had een hele rare trip, jongens. We gaan door. Boven Ervan Doris, een gevestigd tv-persoonlijkheid. Ik kijk naar hem op. Ik vind hem een interessante man. Hij maakt interessante programma's. Kijk even, zijn blik is bloedserieus. Het gaat over Enzo Knol, die blijkbaar is doodverklaard. En dat is hartstikke sneu. En dat is ook zo. En hij, maar hij leeft gewoon nog. Dus het was gewoon een van een domme, debiele grap. Oké? Okay? Okay. Kijk naar mijn hoofd. Ik ben daar aan het soort van lachen. Dus, maar kijk wat er nu gebeurt. En het is zo gebeurd dat een Instagram-account genaamd Broodje Malaria. Sorry. Ik moet gewoon. Sorry. Ik lach gewoon om mezelf. Ik ben gewoon zo mijn goaltje. Broodje Malaria. Het is toch hilarisch zo? Ja, ik vond het daarna gewoon fucking grappig. Broodje Malaria. Wie bedenkt zoiets? Maar dan, nu komt het. Ik maak zelf ook comedy op YouTube. En dat is soms ook best wel grof. Maar ik wil het wel altijd grappig hebben. Maar dit is niet per se echt een goede grap of zo. Nee, ik zie je er wel bij lachen. Maar dit laat je. En mijn glimlach is ook gewoon meteen weg. Ik lach gewoon niet eens meer. Wat een maf Casey ben ik. Ik vond de situatie gewoon heel grappig. Dat we daarover zulke soort papies die op Instagram zulke soort dingen doen. Dat ik daar dan op tv over moet gaan vertellen. Ik vond dat gewoon komisch. Broodje Malaria. En dan zegt Bo. Ja, maar je doet er een beetje lacherig over. Maar dit is niet grappig. En direct ook. Ik denk, oh ja, fuck. Ik moet misschien niet lachen. Meteen heb ik dit gezicht. Ik ben gewoon echt een pussy. Ik ben echt een beetje een pussy, man. En dan komt het volgende. Ja, grappig wat dat jij erom kan lachen. Ik kan daar helemaal niet om lachen. Nee, ik snap. In één keer, mood was gekild. Ik dacht, ja, het is gewoon een domme grap. Laten we het niet serieus nemen. Ja. Nee, maar ik snap niet waarom je daarom kan lachen. Ik vind dat snap ik niet. Nee, bloedserieus. Maar ik vind een sneer uitdelen dat je zo'n domme grappen bij uitgehaald die zoveel schade maakt. Ja, jij vindt het misschien grappig? Nee, ik vind het totaal niet grappig. Nee, ik vond het niet grappig. I didn't think it was funny. Broodje Malaria. Alleen ik vond de situatie gewoon wel geinig over het feit dat het gebeurt. Enzo heeft ook geen reactie gegeven. Ik vind dat. Ik zeg, hierna zeg ik ook echt helemaal niks bezinnigs meer. Ik ga echt van, ik zeg echt helemaal niks nuttigs. Net alsof ik ooit iets nuttigs zeg. Oké, ja, leuke grap, leuke inkoppen. Nee. Kelvin, je moet gewoon beseffen dat dingen niet altijd grappig zijn. Soms zijn dingen ook gewoon van zeer serieuze aard. En daar moet je dan ook, dat moet je ook beseffen. En dan moet je ook even als volwassen jonge man, moet je gaan gedragen, oké? Okay? Kelvin, vanaf nu moet je gaan gedragen. Als volwassen jonge man. Jazeker, Kelvin, dat moet je inderdaad zeker doen. Dat lijkt me hartstikke Dit was zonder enige twijfel bij uitstek de allerbeste video die ik ooit in mijn leven gemaakt heb. Komende zaterdag komt er een nieuwe Gekkenwerk aflevering op mijn kanaaltje. Dus ik denk dat dit nog wel eens het ritje zou kunnen zijn waarbij ik straks achter het stuur denk, oké, dit is toch wel iets pittiger dan ik had verwacht. En hij wordt episch, hij is nice, hij is classic en hij is tering spannend. Dus wil je dat nou zien, abonneer even op mijn kanaal en volg me even op Instagram. Cause hey, you know what's good. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, namelijk doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. En daarnaast ook nog iets anders, namelijk kom op www.kovijn.nl. Reis met mij de hele wereld over. Hey, what's good?